Hetgeen wat mij heel erg drijft is om een toekomst die van ons allen is, dat we die samen vormgeven. En de rol van technologie is daar heel erg bepalend in. Dus ik ben al erg lang bezig met collega's en mensen om mij heen. Om te zorgen dat die technologie voor iedereen beschikbaar is, maar ook dat mensen begrip ervan hebben en daarmee richting aan kunnen geven. Digitalisering heeft effect op eigenlijk alles. Op alle aspecten van wat de HVA nu leert of wat het onderzoekt, maar ook wat het aan eigen interne processen heeft. Heel veel leren gebeurt nu met allerlei leersystemen en digitale middelen. En de vraag is, hoeveel grip heeft iedereen erop? Zijn we slechts consumenten daarvan of hebben mensen echt het grip erop dat ze het mee samen vorm kunnen geven? En als het om de HVA intern gaat, klopt het nog steeds om met die big tech in zee te gaan? En moet je niet eerst eens gaan kijken naar de waarde die in die technologie zit besloten? En of dan dit soort partijen de partijen zijn met wie je in zee wil? We zijn aan het kijken of er een minor kan ontstaan rondom vraagstukken rondom digitale weerbaarheid. Ik ben in gesprek met de lectoren en het onderzoek wat daar gedaan wordt. Ik verbind me aan bijvoorbeeld Responsible AI, dat programma wat HVA breed zich ontvouwt. En ik ben in gesprek met de mensen die de systemen van de HVA daar verantwoordelijk voor zijn. En daar zit ook een transformatieopdracht in. Hebben zij regie op hun eigen data? Weten ze eigenlijk wat voor data er van hen verzameld is en waar dat blijft? En hebben zij zelf ook misschien wel de mogelijkheid om data te verzamelen over het instituut zelf? Dus hoe wederkerig is dat? Net zoals iets met voedselveiligheid. We zorgen ervoor dat het voedsel in de kantine veilig is. En we zorgen ook dat de digitale tools die wij gebruiken veilig zijn. Ik vind het ook bijna iets als gewoon hygiëne die je moet toepassen. We hebben die digitalisering op zijn beloop gelaten. 30 jaar lang heeft de markt dat kunnen dicteren. En ondertussen zijn we onze privacy, maar ook onze soevereiniteit kwijt. Het belangrijkste wat ik steeds mee wil geven aan mensen is dat technologie niet neutraal is. Dat het door mensen gemaakt wordt, dat het een interventie is in onze wereld. En dat je daar goed en kwaad mee kunt doen. En dat het dus heel belangrijk is om daarbij betrokken te zijn. Dat je niet op afstand kan blijven, maar dat je in het domein van de technologie stapt en mee richting geeft eraan. En ook heel duidelijk maakt dat we die publieke waarde, democratische waarde, daarin moeten borgen.